Hey, lieve Serge, Valentijn, lieve aapjes van oma, daar ben ik weer. Ik heb weer een verhaaltje, het is een versje geworden. En oma heeft het zelf bedacht. Dus ik hoop maar dat jullie het leuk vinden. Hier komt-ie. Op de derde verdieping van een Amsterdams huis woonden twee grote dino's en één kleine muis. Daar zaten ze dan met z'n drieën. Het huis was niet zo groot. Daarom gingen ze in het weekend vaak varen met de boot. Dat was vaak gezellig hoor, het waren goede maatjes. Alleen die grijze muis, die had wel erg veel praatjes. Al had hij een piepstemmetje en was hij ook piepklein. Ieder weekend riep hij weer: "Zo jongens, ik ben de kapitein. Ik ben de baas van jullie. Ik ben de baas van de boot. Jullie moeten doen wat ik zeg, al zijn jullie nog zo groot." Op een dag, vlak voordat ze naar de boot toe zouden gaan, ze hadden hun petten al op en hun dikke jassen aan, riep een van de dino's plotseling: "Hé zeg, kleine muis, ik doe het niet meer. Ik luister niet meer. Nee, ik blijf lekker thuis." Dat riep dus Valentino. Hij was de jongste dino. En daarna riep de oudste, hij heette Segi Sego: "En ik doe het ook niet meer. Ik ga spelen met de Lego." Het muisje werd verschrikkelijk kwaad en stampte met zijn pootjes en piepte: "Als jullie niet luisteren, dan hak ik jullie in mootjes." Tja, en toen gebeurde het. De dino's begonnen te brullen. Stoom kwam uit hun oren en hun staarten lieten ze krullen. En ze zetten hun poten in de zij en bogen zich over het muisje. En riepen in koor: "Jij gaat maar weg. Zoek jij maar je eigen huisje. Of ga naar de boot. En blijf daar maar. Dan woon je in een kajuitje. Wij gaan nu ontbijten. Ziezo. En wij hebben zin in een lekker beschuitje met gestampte muisjes. Dus pas jij maar goed op." En toen snapte het muisje het wel. Dit win ik niet. Ik stop. Ik wil veel liever vriendjes blijven en ook een beschuitje eten. En ik hoef de baas niet meer te zijn. Ik wil veel liever keten met mijn vriendjes Segi Sego en met Valentino. Ik blijf toch altijd een muis. Ik word nooit een dino. En ik wil ook eigenlijk niet meer naar die stomme boot. Ik wil gezellig ontbijten nu bij mijn vriendjes op schoot." Dat vonden de dino's goed. Dus gingen ze gezellig iets eten. En muisje vroeg hem: "Zeg, hé, willen jullie een geheimpje weten? Muisjes zijn heel klein en hebben daarom ook maar hele kleine wensjes. Ik wil heel graag een beschuitje nu met gestampte mensjes." Toen moesten de dino's hard lachen en riepen: "Muis, wij blijven drie vriendjes voor altijd in ons Amsterdamse huis." Dat was hem, lieve schatten. Ik hou van jullie. Ik mis jullie heel erg. En jullie blijven, zoals jullie weten, of voor altijd, oma's allerliefste aapjes. Dag lieve schatten, tot de volgende keer.